Hallo YouTube, welkom terug bij deel 4 van deze livestream ondertussen. Het is zo gezellig dat we gewoon lekker door blijven gaan, dus deel 4. Goed, ik heb Buggerboy even alvast naar boven gezet. Jij hebt je code binnengekregen, hartstikke gezellig. Zeep, weet je wat ik jammer vind? Ik wil heel graag doneren, maar op een of andere manier gaat bij PayPal dat niet bij mij. Is er ook nog een andere manier? Nee, het is echt alleen via PayPal helaas. Ik heb al iets gekocht. Nou, dat is altijd leuk. Moederdag is heel erg belangrijk. Ja, ik weet namelijk niet, mijn moeder die is normaal... vroeger was dat heel erg leuk, maar die heeft nu zoiets van... doe gewoon je eigen ding. Dus ik weet niet of ik morgen heel lang bij mijn moeder op bezoek ben of niet. Dus dan moet ik even een beetje gaan kijken hoe dat ik zit met mijn planning. Plus ik ga morgen ook nog een beetje aan de tuin werken. Welke Pokémon kunnen we eigenlijk trouwens hier komen? Dus ja, livestreamen... Ik weet niet of we morgen gaan livestreamen of niet. Oké, Bonsly. We gaan gewoon hier 10 encounters even proberen. We zien wel welke 10 Pokémon dat we hier tegen kunnen gaan komen. Dus, dit is... trouwens, je hebt experience nodig. Dus het is makkelijk zelfs voor jou eigenlijk wel laten vechten. Dus dit is encounter nummer 1, Bonsly. Encounter nummer 2 is Aaron. Aaron is op zich ook wel een hele goede Pokémon. Oh ja, Quick Attack, Vacuum Wave, Focus Energy en Leer. Zullen we die Aaron eigenlijk vangen of hebben jullie zoiets van, nee. Ik bedoel, ik weet dat hij heel erg laat pas evolueert. Never mind. Zo. Ja, sorry daarvoor. Wait up, what's the hurry? Even een good Pokémon hier. It would be training around the Battle City if you want to help us wanneer take this. Yay, we hebben de Miracle Seed die we niet nodig hebben op dit moment. Ze hebben altijd niks randoms geeft. Trouwens, ik heb hem nog niet gesaved. Dus dat gaat over dat balkje hierboven. En het balkje is alweer flink gevuld zoals jullie dus zien. Vanaf part 1 stond er denk ik al die 77 nu. En dat heeft dus te maken met, dankzij weer een opportunity van Game Pit. Is dat dus zeg maar weer het een en ander bijgekomen. Dus, Supernatural. Oh, dat is leuk. En Random Venusaur is random. Nou weet ik niet. Volgens mij doet Vacuum Wave niet echt zoveel hier tegen. Nee, dus die... niet grommen naar baasje. Supernatural is leuk. Dat is toch met de Winchesters. Luister eens hier, ik weet dat hij 1 level hoger is, maar dit kun jij, Buggerboy. Kon jij nou maar een bug aanval? Fine Whip doet niet veel. Trouwens, fun fact. Ik ben Flareon ben ik tegengekomen in de Onion Cave in mijn practice run. Dus, Maar ja, in mijn practice run ben ik ook pas 3 legendaries tegengekomen. Dus, er zit echt heel veel variatie in. En ik bedoel, als ik een grastype zou hebben, dan zou ik toch liever voor een eerste stage daarvan gaan. En niet voor een Venusaur of zoiets. Dus, Dus ja. Nou, eens kijken hoeveel levels Buggerboy. Misschien gaat hij naar level 7. Dat zou heel mooi zijn. Ik bedoel, het is een freaking Venusaur die we omlaag hebben gegooid. Ja hoor. Dat is goed, Robin. Even wat te drinken halen is altijd belangrijk, zeker op deze warme dagen. Oké, dus die is nu level 7. En ondertussen hebben we weer ook nog random trainers die we tegenkomen, maar we hebben ook nog random encounters. Zoals een Cubone. Ach ja, het traint onze Pokémon goed op het moment. Dag Cubone. Niet echt een hele speciale Pokémon. Maar ja, wij willen Eevees tegenkomen. Dus ik zet 2 stappen en ik kom er gelijk weer een nieuwe random encounter tegen. Luxio. Dat is op zich eigenlijk wel een hele goede stroomtype die we tegen kunnen komen. Ik bedoel, we beginnen een beetje heel erg veel team te krijgen van Leeroy. Ehm...
Homer. Oké, goed zo. Kunnen we nou nog een quick attack doen en dan gaan we gewoon vangen. Het regent? Hoe kan het nou nog regenen? Het is... Regen komt pas dinsdag. Hoe kan je dat dan bij jou... Dat is jammer, ik wou hem vangen. Maar hoe kan het bij jou regenen? Serieus? Dan ben ik nieuwsgierig. Even een moment. Gelderland? Ja, er is geen wolkje boven Gelderland te zien. Ik ben Stormchaser. De enige plek waar nou een wolkje op dit moment te zien is in Zeeland. Voor de rest is het overal kurkdroog. Dus, of je hebt een hele spontane bui boven je. Of iemand die zit met de sproeien te klieren. Zover ik weet is het overal hartstikke warm. 2 weken geleden zat ik echt te blauwbekken in Elfia, wat het nog steeds waard was. Ik heb zelfs mijn pokerhesje even uitgedaan omdat het gewoon te warm was. Hi Weeping Bell! Ik denk dat er iemand zit te klieren met een sproeier, want er is geen wolk bij jou in de omgeving. Ik ben Stormchaser als hobby, dus met warm weer heb ik altijd een paar radars alvast klaarstaan. Dus de reden daarvoor is voor Stormchaser. Dus nee, ik denk niet dat er echt regen, dat het regen was. Nou ja, we komen hier weer een random trainer tegen, dus dat is weer handig voor de experience. Ik bedoel, Buggerboy die is ondertussen al bijna level 10. Zover ik nou heb gezien is er Dustox. Oh ja, dat is dat vlieg, dat andere buggy. Ik bedoel, zover ik weet is het dus dinsdag tot het nou zou gaan regenen. Daar heb ik zin in. Oh. Oké, doet niet veel schade gelukkig. Welkom terug Robin! Goed, Confusion tegen Quick Attack. Wie gaat dit winnen? 4 AP, dus ik heb nog 2 beurten tot ik kan aanvallen. Red ik dit? Ik denk niet dat de volgende Confusion hem neer gaat halen, maar ik ga het er toch op gokken. Red ik al? Ah. Buggerboy, je bent een trooper. Seriously, mijn zusje stond buiten en wacht, we hebben hier een sproeier en misschien heeft mijn zusje erop. Daar ga ik wel vanuit. Ik weet zeker dat het namelijk niet kan regenen op het moment. Ligt eraan. Als ik dinsdag aan het werk ben, kan ik niet stormchasen. Dus als het nou dinsdagavond zou zijn, ja, dan kan ik er inderdaad achteraan. Of het moet misschien zelfs nog in de nacht zijn. Dus, ik heb niet deze nacht te zijn. Dan kun je ook niet gaan knoeien met sproeiers. Je kunt gaan knoeien met Gravelers. Vacuum Wave! Dat is super effectief! Je kunt het! One hit KO! Oké, Buggerboy is ondertussen ook al level 10. Mooi! Nou, dan gaan we heel eventjes healen, maar nog steeds geen even... Ik bedoel, ik ben blij dat we Buggerboy hebben gevonden, maar echt serieus. Ik wil gewoon een evolutie. Of een Eevee. Iets. Waarom zijn jullie zo gemeen? Nou, je hebt confirmed goed geschreven hoor. Waarom probeer ik daar tegen een boom aan te lopen? Ik lees de chat en ik zit gelijk de game te spelen. Dat moet je niet doen. Werkt niet goed samen. Nou, in ieder geval, ik doe weer heel eventjes voor de zekerheid eventjes een 7. En dan gaan we richting de Onion Cave en we zien wel hoe het balletje gaat rollen. Hopelijk vinden we iets gaafs.
En ik bedoel, we hebben Saiten nou, dus die kunnen we op zijn minst dadelijk nog de move cut leren als nodig is. Want de enigste bugs die ik dus tijdens de testrun heb geprobeerd, of die ik heb geencounterd, dat was heel erg grappig zo bij Bugsy in de buurt. Tot in één keer Sprites begonnen te glitchen en alles door de randomizer. Ik hoop dat ze ooit nog een Poison-type Eevee gaan maken. Dragon-type Eevee! Dragon-type Eevee confirmed. Nog beter. Geef iets goeds. Thunderstone. Firestone! Als we een Eevee hebben, kunnen we gelijk een Flareon ervan maken. Gaaf! Oké, Eevee. Random Eevee, 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 Eevee. Nee, het is weer een Luxio. Hou maar. Ik bedoel, we hebben nog geen stroom-Pokémon bij ons, dus laten we Luxio ook gewoon gevallen. In de premierbal! Ah, jammer. Zou leuk zijn geweest. Dus ja, begin alvast maar alvast met nicknames te bedenken. Gaan we hier een Pokémon-code bij weggeven? Je, nou... Ik heb er al twee in deze en dan heb ik morgen ook nog wel codes. Zou ik bij deze gewoon de eerste stickervel weggeven? We hebben hem ondertussen gevangen. We gaan een stickervel weggeven. We gaan gewoon een hele leuke stickervel weggeven. Dus een van deze stickervels, die gaan we weggeven. Het Pikachu, dit is van Mega Ruby of Sapphire, mede mogelijk gemaakt op Gamepit. Dus we gaan een van deze stickervels weggeven. Heb je een leuke nickname? Laat het eventjes weten. Hashtag name, spatie, je nickname. En misschien win jij wel zo'n geweldige stickervel. Dus wordt natuurlijk via de post gestuurd. Schokkend! Met een kleine aanpassing dus, want hij had eigenlijk schokkreeg, maar schokken... Nee, niet schommel. Schokken vind ik leuker. Goed, we hebben schokkend gevangen. En dan komen we weer een random monster tegen. Yay! Dat is mijn tijd nog niet eens waard. Pre-evolutie van Sudowoodo. Maar Schokkend die komt van Robin af. Robin die had toch hem gestuurd? Ja, Schokkreeg die komt van... Sorry. Nee, ik denk dat we de... Ik heb nog twee Legendary Bird Pokémon codes liggen. En ik denk dat ik die dan toch voor morgen, als morgen een livestream zou zijn, dan zou het een week later zijn. Dat ik dan die in die livestream zou doen. Dus Deadly Dennis niet opgeven. En natuurlijk heb ik ook nog altijd de Shiny Eevee, maar... dat is weer op een andere categorie. Fisherman Mummies afdeling. Dit kan heel erg spannend worden. Welke Pokémon zullen ze bij zich hebben? Ik ben benieuwd. Geef de stickervel maar aan iemand anders. Ik vind het een leuke giveaway, maar ik hoef hem niet per se te hebben. Luister, jij bent drie, ik heb er meer. En we hebben Sableye. Wacht, was dat niet een Ghost Dark type? Weet je waar, we pakken gewoon... Wat doet een Fisherman trainer eigenlijk met de Sableye? Mumei, smiley face. Mumei, sad face. That escalated quickly. Charmeleon! Really now? Ja, we moeten Schokkend eigenlijk ook nog een beetje trainen nou. Het is schokkend dat ik daar nou pas aan denk. Ik bedoel, misschien had Schokkend wel een voordeel kunnen hebben tegen een andere Pokémon, maar... Ach ja, laten we bubbel gebruiken. Ik ben teleurgesteld in deze Fisherman. Ja, randomizer. Ja, ik heb heel lang lopen farmen voor die Shiny Eevees, dus... Maar ja, het is ook gewoon optioneel, hè, dus... Kecleon!
Ja, schok tegen mijn 4 AP. Ik denk niet dat dit een verstandige keuze is. Level 15, oeps. Welke moves heb je eigenlijk? Tackle en leer. Nou ja, misschien krijg je hier heel erg veel levels van. Wie weet, jongen. Kijk, Leon. Objectsel! Scratch en Quick Attack doen volgens mij allebei evenveel damage. Scratch is volgens mij 40 en Quick Attack is ook volgens mij 40. Tenminste, ik ga het even uitproberen. Hallo, kat van Meertje. Mira, was de code trouwens goed gelukt? Heb je de Pokémon netjes binnengekregen? Dat is natuurlijk wel fijn om te weten. Hoe kan eigenlijk een Kecleon bind? Ik bedoel, houdt hij je dan zo vast of zo? Of zou hij dat met zijn staart doen? Dat zijn staart opgerold is? Nou ja, Jaxxel is naar level 15 gegaan. Dat is alleen maar gunstend. En schokkend, level 5! Schokkend, level 6. Kom op. Ja hoor. Level 7? Level 8? Of is dat te veel gevraagd? Een Quagsire. Oeh. Ik heb geen grastype bij me nog. Ik heb wel Buggerboy. Die heb ik van Stichting Gamepit gehad. Die ik weg mocht geven aan kijkers. Wij hebben namelijk op de stand van Tomocon gestaan. 3 weken terug geloof ik. 4 weken terug. En daar hadden wij dus die codes gekregen van Nintendo. Dus ja, wij waren eigenlijk dus de enigste die codes hadden. En daar hebben we een paar codes van over. En die mocht ik weggeven via livestreams. Dus altijd leuk. Ah, doe maar een Vacuum Wave. En Mira, Underbar G, Underbar G, je bent geweldig. Dankjewel voor het volgen. Krijgt even gezellig Eevee ook nog eens een beeld. Het blijft altijd leuk. Ja, ik heb die trouwens aangepakt. Eerst was het een Skullkit, maar ik vond het een zwaaiende Eevee vond ik veel leuker. En deze, ja, Fisherman, die was inderdaad heel erg random. Maar goed, we hebben nog meer Magikarp trainers. Dat dus nou een keer iets anders heeft. Wat was in Crystal ook de naam van Quagmire ook alweer? Van Quagsire. Damn, die Let's Play is heel lang geleden. Nee. Hoewel de Quagsire. Een water type. Fisherman had in ieder geval iets van water. Klopt. Deze die had. Oh no, Swampert. Deze heeft al twee. Deze heeft twee watertypes. Zeep, ik heb een macho gevangen en daar veel Pokémon voor krijgen. En jij mag een Pokémon kiezen. Ik heb een macho gevangen en daar veel Pokémon voor krijgen. En jij mag een Pokémon kiezen. Als ik een Pokémon mag kiezen, dan zou ik altijd kiezen voor Jolteon of Umbreon. Vergeet niet, ik ben Eevee trainer. En ik heb hem trouwens nog niet eens in beeld laten zien. Jullie zien hier achter mij in het klein een paar evoluties. Maar ik heb hem er nog niet eens even bijgepakt. Ik zal hem er heel even bijpakken trouwens. Want deze die neem ik dus altijd mee naar evenementen. Dit is mijn trusty Eevee. Die dus zeg maar meegaat als Eevee. Bij Eevee evenementen en alles. Hij is al vaker in livestreams gekomen. Ik zal hem hier nou gezellig ook een beetje proberen erbij te hebben. Alleen dat belletje dat hij nou om heeft, zijn suitbel. Hij wil evolueren in een Umbreon, dus ik zal hem daar even neerzetten. Maar dit lijkt inderdaad op een echte fisherman. Nou ja, fish. Swampert kun je niet echt met een vishengel vinden, maar hoeveel doet Pursuit? Pursuit. Volgens mij ook maar 40. Nou, het doet best wel een flinke aanval. Ik weet dat dat handig is als een Pokémon wil swappen.
Oké, nou, Buggerboy is ondertussen al een level 12 toe. Dus op zich gaat levelen best wel goed zo lekker met z'n allen. Eevee-menten. Nee, echt. Ja, leuke pun. Vooruit. Dat was een leuke pun. Point taken. Heel leuke pun. Oké, nou, Schokken die heeft ondertussen weer 11. Dus die zou wel wat kunnen bellen op het moment. En dat komt ook heel erg handig uit. Dan komen we weer een Fisherman tegen. Oké, nou, welke Eevee heb jij een evolutie? Het zou grappig zijn geweest als je er eentje had. Groudon. Is dat niet gras grondtype? Nou ja, we kunnen alleen maar tackelen, dus hoeveel doet tackle? Weinig. En jij gaat je defense omhoog gooien. Dat is nog vervelender. Als jij je defense omhoog gaat gooien, dan hebben wij wel een probleem. Dus, en je bent een grondtype ook nog eens een keer. Dus water zou op zich... Weet je wel, we gebruiken gewoon jaakstaart, dat nog niet. We zouden water gewoon normale schade moeten doen. En dat doet hij niet. En hij blijft withdraw spammen. Dat is irritant. Nee, bij heel veel evenementen is inderdaad ook altijd een Magikarp trainer aanwezig. En die is gezellig. Please come again! Oh, dit is net zo irritant als hele lage Pokémon proberen te levelen bij iemand die bij zijn Pokémon waar je dus geen moves hebt. Dit is vervelend, saai. Ik heb de chat lezen. Ja, Zeep, hoe ben je aan die legendary coach gekomen? Cool, XD. Wat was in Crystal ook de naam van Quagmire ook alweer? Een watertype Fisherman had in ieder geval iets van water. Zeep, ik heb een Macho gevangen en daar veel Pokémon voor krijgen. Jij mag een Pokémon kiezen. Sidra, dat is tenminste Fisherman. En de naam was Kinkyheid. XD, een echte Fisherman. Heb Umbreon, dus dan wordt het Jolteon. Nou ja, Fish. Bedoel je Eevee in de mensen? XD, tada, punde. Er is altijd een Magikarp bij die evenementen. Je get is grasgrond. Musical memoirs, ik hoop het voor je. Please come again. Team Rocket vliegt er weer eens vandoor. En Schokkend heeft Charge geleerd. Mooi. Dat duurde lang. Dan ga je gewoon met de chat voorlezen. Jij wil me leren om te... Daar heb ik Mumee voor. Mumee kan mij vertellen hoe dat ik kan vissen. Dus ga weg. Ga weg met je eng nummer. Ik heb je telefoon niet nodig, daar heb ik nu mee voor. Die geven me de beste fishing tips. Het zou eigenlijk wel leuk zijn als we dadelijk een vishengel vinden en dan proberen een Pokémon te vissen. En tot we dan in één keer een Eevee vangen. De neus is dat! Is dat soms een evolutie van Tangela of zo? Tankgrowth. Wacht, heeft Tangela in één keer een evolutie gekregen of... Sorry jongens, maar dit is nieuw voor mij. Nee, ik heb op Jaxel. Charge is geen aanval met schade. Nee, dat klopt. Dat is iets wat een aanval omhoog maakt. Bij iemand die geen moves heeft, Magikarp. Ik denk, ik zeg het nog niet. Ik denk, laat ik lief zijn. Oké, sinds generatie 4 heeft Tangela dus een... Ah nee, geen ingrain. Ik heb volgens mij niks wat eigenlijk heel erg sterk tegen hem is. Hij kan zijn eigen nou healen, dat is gewoon irritant. Nou ja, het doet schade. En Constrict doet mij niks. Als hij eentje power heeft en dan level omhoog, dan heb je een... Oké. Nooit geweten. Is het een goede Pokémon? Ik bedoel, ik vind hem tot nu toe alleen maar irritant. Dat is mijn mening. Je hebt het belangrijkste is de oude vistechnieken te gebruiken. De moderne hengels vang je bijna alleen maar bijvangsten. Je hebt de Oldrad nodig voor de beste Pokémon.
Eevee? Met de randomizer, als dat een Eevee is, dan lach ik mij helemaal schil. Maar ja, ik weet dat er hierboven nog een pokeball ligt en daarachter ook nog een pokeball ligt. En die wil ik zeker hebben, dus... volgens mij hebben we hier nou alle encounters ondertussen wel gehad die we hier tegen kunnen komen. Dus... helaas weer geen evolutie, maar we hebben nog wel de Onion Cave waar we dus naartoe kunnen gaan, dus... en we hebben nog steeds geen repels, jammer genoeg. Laten we eerst deze pakken. Hi, Venusaur. Tip, in de center kun je een old rod kijken en gaan vissen. Weet ik, maar we gaan eerst eventjes naar dit pakken. Waar is dit? Water Pulse! Wacht, die leerde dingen toch uit zichzelf, Water Pulse? We hebben een TM gevonden, jongens, maar Water Pulse, leerde die twee Pokémon dat niet? Dat is schokkend. Ja, doe maar gewoon tackle. Oh god, het is Baselab. Wij blijven kindvriendelijk. Maar volgens mij kon Piplup dat ook uit zichzelf leren. Ik bedoel, ik weet dat... ja, Jaakstaart... Volgens jullie kon Jaakstaart dat leren op level 15, geloof ik, dat jullie het over hadden. Ik weet dat dat een hele sterke wateraanval is. Nou ja, hele sterke, volgens mij 60 power of zo. Dus op zich wel decent. Maar ik weet niet of Piplup het uit zichzelf kan leren. Eerst naar die pokeball daar. Piplup niet. Luister, we hebben Schokkend al gevangen op level... we hebben hem gevangen op level 4 en hij is nu gewoon level 11. Maar we doen gewoon run. Ik bedoel serieus, random encounters zijn irritant. Oké, wat zit er in die bal? Wat zit er in die bal? Een Earthplate. Dat is voor grondtypes. En die Visserman die is zijn gezicht kwijt. Creepy. En waarom zijn we ook al genoeg tegengekomen? Ik wil naar het Pokémon Center, ik wil naar de Onion Cave en ik wil mijn Eevee of Flareon daar tegenkomen. Hi, ik wil met jou battelen. That glance, it's intriguing. Engels is heel goed voor mij. Ik kan niet spreken. Oké, welke Pokémon heb jij? Victreebel, hebben we ook al gezien. Piplup alleen met de TM. Dus het is wel handig om daar de TM voor te gebruiken, maar... Weet je wat, doe jij een keertje leer. Gaat zijn defense omlaag. Is leuk. Ja, ik weet niet. Zal ik het hem leren? Ik bedoel, het is op zich wel een goede aanval. Ik bedoel, zou ik het aan Piplup leren? Want ja, sowieso... Ja, ik weet niet. Een van die twee die moet toch binnenkort weg. En Piplup denk ik dat hij juist blijft. Omdat ja, ik vind Noot-Noot vind ik gewoon gezellig. Ik vind Noot-Noot een leuke Pokémon. Noot-Noot, awesome. En tot nu toe heeft Staart mij alleen maar in de problemen gebracht. Nou, verkopen zou op zich ook namelijk kunnen. Omdat, ja... Hier hebben we heel veel Pokémon's voor nodig. Beter laten leren. Ja, maar het probleem is... Ik weet nog niet eens hoeveel monies dat je ervoor kan krijgen. Maar monies is in het begin echt een heel erg groot probleem. Vergeet niet, de catch rate van een Eevee / Evolutie is extreem laag. En alsjeblieft. Buggerboy. Zou je alsjeblieft even wakker willen worden? Dank je. Nou, weet je wat? We kijken wel hoeveel money's dat we ermee kunnen hebben. Maar je kunt hem ook van Umbreon bewaren.
Waarom zou je hem aan Umbreon willen geven? Ik bedoel, het is wel handig dat Umbreon een aanval kent, maar Umbreon die heeft een vele leukere moveset die je kan geven. Lag hier boven nog iets? Nee. Dus laten we maar naar die, naar de Pokémon Center gaan. Shinx! Of nee, Luxio. Kom dan weer bij Shinx. Oké, kijk of je hem aan kan. Volgens mij wel. Hij heeft nog maar 5 HP, maar hij is level 4. Schokkend. Zie, ik wist dat die naam zou gaan werken. Schokkend. Zee, Primplup of Empleon leert al Water Pulse. Nou, zie je nou wel? Anders moet ik doen. Lag hier een item? Oh nee, dat is alleen maar op vrijdag geloof ik dat hij hier zat. Jij verkoopt Spooktails, dat is creepy. Hi! Ja, tuurlijk! Wij hebben een Old Rod en die gaan we gelijk uitproberen om te kijken wat we kunnen vervangen in plaats van de oorspronkelijke Magikarp. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Goed, nou, eventjes dit zo. Thank you for waiting. We restored your Pokémon to full health. We hope to see you again. Please come back anytime. Zeg in ieder geval niet meer, we hope to see you again. Dat was creepy. Even kijken. Dat is een key item. Holdrot. Echt serieus, als we hier nou een Eevee gaan vangen met een Old Rod, dan lach ik mij helemaal suf. Dan ga ik mij helemaal suf lachen. Ik bedoel, onze Eevee Master, ik, die dan een Eevee vangt op de manier waarop dat je normaal gesproken een Magikarp vangt van onze Mume die dus in de chat zit. Ik lach mij al, dit wordt gewoon grappig. We zullen het zien. Wordt het een Eevee? Of is het gewoon Magikarp? We gaan het zien. Nou, vang iets. Ook zeur niet. Misschien moet ik Mumei gewoon de controle geven op de visengel. Ik ben hier zo slecht in. Kom op nou! Oké, welke Pokémon is het? Wat? Bekende starter Pokémon. Maar we hebben dus uit het water een vuurtype gehaald. Mumei, dat wordt zijn naam. Waterkip. We hebben een naam voor hem, Waterkip. Geen critical, geen critical. Goed zo. Oké, we gaan gewoon balster op gooien. Dit gaat trouwens lastig worden, want zijn catch rate is waarschijnlijk heel erg hoog. En botertje dan. Robin, we hebben deze uit het water gehaald. Gewoon waterkip, dat is toch gewoon het beste. Maar dan laten we eerlijk wezen. Ondertussen is dit meer een starter hunt geweest dan een Eevee hunt.
Jongens, naam is al bekend. Waterkip. Als we hem vangen tenminste. Dus. En het ergste is, ik durf geen aanvallen meer erop te doen. 2, 3. Ah, boter. Dus hij kent Scratch, hij kent Ember. En we hebben nog geen vuurtype, dus eigenlijk is dat heel erg gunstig. Dan hebben we eigenlijk eens tegen grastypes. Maar dan vraag ik mij af, is elke Pokémon die we dus met de Old World proberen te vangen nou een Torchic? Of is dat op elk gebied is dat anders? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Kom op, blijf zitten in je bal. Dit kost allemaal pokeballs, jongens. Ik heb er nog 6. Oh, boy. Oh, dat is minder dat je Twitch in één keer crasht. Oké, nou, blijf gewoon in je bal. We hebben een hele leuke naam voor je. We hebben je uit het water gevist. Blijf in je bal. We hebben nog 4 ballen, kom op. Kom op, doen we dit niet aan. Dit is gewoon awesome, deze moeten we vangen. Volgens mij is het ook een van de... Oké, kom. 1, nee. Schud nou eens! Ik durf hem niet aan te vallen, want dan ben ik bang dat hij dood gaat. Oh, moet ik zeggen, mijn aanval is nou heel erg vaak gekraald. Wat voor aanval had jij? Bite. Nee, dat durf ik echt niet aan. Nee, gewoon Pokéball blijven gooien. Eén, twee, drie. Yes! Yes! Oh, dat was zo close. Oh mijn god. Ah, oh, dan moet ik weer terug om pokeballen te kopen. Ja, waterkip. Waterplofkip. Waterkip, ja, helemaal goed. Nou, die gaan we gelijk even ophalen. En dan gaat onze starter, die kennen van mij... weet je waar, we lopen wel via de bovenkant. Want ik ken hem gelijk eventjes wat pokeballs weer erbij kopen, maar... Ja, ik weet niet. Ik weet dat het heel vervelend is, maar tot nu toe moet ik heel eerlijk zeggen, we hebben 2 watertypes nou in ons team zitten. Dus, eentje die moet eruit. Maar geef toe, als hij niet uit het water kan, was het botertje. Ja, dan had ik hem waarschijnlijk die reference wel gegeven. Zeker te weten. Nee, maar om heel eerlijk te zijn, we hebben nou 2 watertypes bij ons en ja, deze starters die komen eigenlijk oorspronkelijk nog helemaal niet tegen, dus random is het nog zeker. Maar, ja... Jaagstaart! Hallo, random willekeurige nieuwe Pokémon die ik ook niet ken. Oh, jij bent ook nog eens een keer spooktype. Kent Escape? Serieus, ik ben 7 levels hoger dan jou! Wat is dit voor Beloni? Goed, jij wil graag op je bek zien gaan. Oh, wacht even, je hebt de ghost type, hè? Goed, dan doen we toch gewoon bubbel. Nee, maar ik wil dus wel waterkip eigenlijk bij ons hebben. Master, there's a 1000% that you didn't came out of the water and its name would be botertje. Master. Het is eigenlijk heel erg lang geleden dat ik die FaceTime al gedaan heb. Oh, jij kent ook nog eens een keer double team. Screw jou. Got away. Doei. Pokémon die kunnen zo irritant zijn hier. Ik wou het op een fiets had. Maar we hebben trouwens nog niet de test gedaan. Is een Oldrad route locked of niet route locked? Dat moeten we zeker wel eventjes kijken. Dus ik ga heel eventjes hier
heel even mijn Pokémon healen. We gebruiken de Oldrot ook even gelijk hierin. En dan kijken we of overal de Oldrot, net zoals in de oorspronkelijke game, nou een Magikarp, dus een Torchic zal zijn. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar eigenlijk. En helaas, dus in aflevering 4 nog steeds geen Eevee. Oh, teleurstellend. Schokkend is feeling better. Hier, dat bedoel ik. Schokkend. Het is schokkend dat hij zich beter voelt. Oké, nou laten we wel eventjes... move. Waterkip. Het is heel jammer voor onze jaagstaart, maar ik heb toch liever eventjes een... Ik heb toch liever een vuurtype ook bij me. Ik bedoel, we hebben twee watertypes, dat heb ik liever niet. Tenzij dat er nou twee Magikarps waren misschien, maar... Of twee Eevees. Nog leuker. Veel beter. Maar goed, laten we eens eventjes kijken. Elke plek waar dat wij een Oldrot gebruiken, is dat dan automatisch een Torchic of niet? That's the question. Is het een Torchic of is het weer een random Pokémon? Wat is het met vuurtypes? Wat is het met vuurtypes in het water? Oké, dus elke locatie heeft dus een aparte... Nou ja, we kunnen hier gewoon van wegrennen. Maar is hij wel gelokt? Want via de Oldrot kun je maar één Pokémon normaal gesproken vangen. In dit geval Magikarp, zoals we weten. Dus zal dit nou weer een Slakma zijn? Ik ben benieuwd. Vissen kan af en toe wel eens vervelend zijn als ze niet willen bijten. Kom op! We hebben een theorie hier te doen. It's just a theory! A fisherman theory! According to legend, Torchic can be caught with a fishing rod. Eigenlijk zou ik dat in de high stem moeten doen. Oké, is dit weer een Slakma? Yep. Dus theorie confirmed. Elke route heeft een aparte water-Pokémon die we dus kunnen vangen. Dat wil dus zeggen dat we op elke route uit kunnen proberen of we een Eevee op die manier kunnen vangen. Dat is leuk. Dat is een leuke gedachte. Maar de theorie die moeten we nog heel eventjes nog één niveautje verder brengen. Door heel eventjes te kijken of het inderdaad weer een Torchic zal zijn. Die we dus zouden vangen in het water op route... Deze route hier. Weet ik van welke route dat is. Route 32. Die theorie moeten we nog heel eventjes na, dus dat gaan we nou even gelijk doen. Jij bent een ijstype. Wij hebben Ember bij ons. Deal with it. Eigenlijk trouwens wel een grappig feitje van mezelf. Dat komt zeker omdat het weer, doordat het water veel te heet is, zodat zelfs de vuurtypen erin kunnen leven. Oké, een mooie no. Maar eigenlijk best wel grappig, derde generatie, ik dacht altijd tot Torchic, dat dat een vuurvliegtype zou worden. Dat dacht ik echt, sorry. Wat heeft Nintendo gedaan met deze man? Ik heb geen idee, wat heeft Nintendo gedaan? Ik heb geen idee. Nintendo, objection. Hé, ik ben geen Ash Ketchum. Ik kan er niks aan doen tot ik ouder was. Ik was ook 10 toen Pokémon begon. Oh, wacht. Jij wil trainen. Jij wil vechten. Serieus. Nee, echt. Even zonder omgaan, jongens. Ik was 10 toen Pokémon dus echt begon. Oh. Nee, daar gebruik ik Noot wel voor. Ik bedoel, ik ben tenslotte wel heel erg goed met Pokémon. Zeker met mijn Eevees. Haha, I do pack. Leuk. Maar niet Nintendo de schuld geven. Ik bedoel, ik ben al heel lang Pokémon trainen. Vooral in Slugma, want daar is... want dat is een en al lava, want in de series toen Ace dichtbij kwam verbrandde hij al. Ja, klopt. En volgens de Pokédex, als Slakma stil blijft staan,
Zou die... Oh, fijn, ik ben Frozen Solid. Dit wordt heel veel button bashen. Dit is irritant. Maar ja, als Slugma dus niet zou bewegen, dan zou hij dus versteend raken en dan zou hij dus overlijden. Oh, we zijn al uit ons ijs heen. Netjes. Ik ben gewoon nieuwsgierig waar we trouwens in de Onion Cave tegen gaan komen. Dus ik wil echt naar die Onion Cave om te kijken welke Pokémon dat we daar tegen kunnen komen. Nee. Ik wil jouw nummer niet. Ik heb al een vuursteen, dus ga weg. Anders doe ik iets gewelddadigs. Weet je wat, we lopen hier nog wel eventjes naartoe. Tot je... Ja, de minkouders zijn irritant. Vooral als het Grabblers zijn. Die niet shiny is. Ik bedoel, vergeet niet hè. Shinies kunnen we ook gewoon nog tegenkomen. Dat is het leukste. Laten we hier eventjes gaan vissen. Kijken of het weer een Torchic is. Dan is de mid confirmed tot dus elke route zijn eigen Old Rod Pokémon bij zich heeft. Dus. Moet wel eventjes weer een Pokémon tegenkomen. Yep. Is het een Torchic? Nee, nou is het een Geodude. Oké, okay, dus mid busted. Maar op elke route willen we zeker gewoon proberen te vissen. Dat, daar houden we het gewoon zeker op. Goed, ik ga heel eventjes snel healen en dan gaan we richting de Onion Cave. En dan doen we nog een heel klein stukje extra voordat de aflevering afgesluiten. Dus in de Onion Cave zullen we hem dan opslaan. En ja, dan vind ik het ook wel mooi geweest voor de livestream, want het is al bijna 10 uur. Dus misschien komen we daar wel Vaporeon tegen. En als we Vaporeon tegenkomen, ja, dat is onze watertype. Dus dan is het helaas bye bye Pinplup. Noot. Meestal komen we hier nog een trainer tegen. Dit badge is van Violet City. Je bent Falconer. Serieus, wie ben jij? Batman? Als je een zoebed hebt, ik lach me suf. Oké, shift try. Ach ja, we hebben waterkip bij ons. Een waterkip gebruikt Ember. Randomer kan het niet maken. We hebben deze... Ja, we hebben deze Torchic echt legit uit het water gevist. Dus... Ik zit hier achter mijn PC te smikkelen van shippies. Dat is lekker. Ik pak daar ook lekker een ijsje als ik klaar ben met het streamen. Vanwege de warmte. Misschien dat ik dan nog even van YouTube ga kijken of zo. Weet ik niet. Ik weet nog niet wat ik vanavond verder ga doen. Misschien mijn eigen Pokémon game verder doen. Skoropi. Wat is een Skoropi? Skoropi? Is dat een grondtype? Volgens mij was dat een grondtype. Zo te zien niet. Waterkip is te warm gebakken. Shift rij branden zijn mond. Machoke! Ja. Schokkend, ik kan alleen maar... Nee, ik hou waterkip. Nee, maar ik zeg al, hè. Dat is alleen maar als wij een Vaporeon zouden vinden. Dus precies hetzelfde met op het moment dat wij een Flareon vinden, dan gaat Waterkip weg. Vinden wij een Jolteon, dan gaat Schokkend weg. Dus het heeft echt te maken met welke Pokémon dat tegenkomen. Komen we een Umbreon tegen, ja, dan moet onze Objectsol, die moet dan helaas weg. Dus het ligt echt maar aan welke evolutie we als eerste tegenkomen. En is het bijvoorbeeld een Eevee of een Espeon, dan, of een Leafeon, dan moeten we gewoon gaan kijken welke dat we weg doen. En we hebben dat eienvakje ook nog, alleen... Ik ben wel nieuwsgierig welke Pokémon dat daar precies uitkomen. Wat moet mij hebben? Wie is daar? Hoe laat wil je? Misschien dat ik even nog met mijn broer ga wandelen even, omdat het zo warm is. Dat kan ook nog altijd lekker zijn.
Oké, welke Pokémon gaan we hier tegenkomen? Eerste encounter, Eevee. Het is al de tweede keer dat we hem tegenkomen. Jongens, dit is een randomizer. Dit is de tweede keer dat we hem tegenkomen. Er zijn 400 Pokémon die we tegen kunnen komen. 400 plus. Hi. Ja, we hebben iets. Lende de Pokémon. En het is... Espeon! Buiten wandelen zullen het met dit weer is wel lekker, ja. Ja, ik denk ook dat ik even aan mijn broertje vraag of hij daar wel zin in heeft. Ik bedoel, nou is het nog zo'n graad of 20, denk ik zo, dus... Old Gale... Ik kan het niet eens uitspreken. Wat voor item is dat? Ultra Hidden Special. It heals all the stats Pokémon of a single. Oké, dus het is eigenlijk een soort van full heal. Hey, wandelen met je ijsje. Nee, dan bewaar ik het ijsje voor als ik thuis ben. Oh, hiernaast hebben ze de vuurkorf aangestoken. Dat is ook gezellig. Oh, de evolutie van onze... Dat is ook wel gezegd. Ik hoop dat ze niet te veel last hebben gehad van mijn audiocommentaar, want ik weet niet hoe goed dat ik buiten te horen ben, maar... We weten ondertussen wel dat ik op entertainment gebied zit, dus... Piplup voor de win! Ik denk niet dat ze te veel last van mij hebben gehad. Ik heb een waterkip, die kan Ember, die kan ook wel helpen met een vuurtje aan te steken. If there's light, a cave isn't scary. If you're strong, Pokémon aren't scary. Oké, sorry. Een Jigglypuff. Jigglypuff. Frick. Ach ja, we blijven gewoon even Ember gebruiken. Goed, nou voor deze aflevering, we gaan nog wel eventjes naar die trap beneden. Er zijn namelijk nog verschillende Pokémon die we daar eventueel zouden kunnen vinden. Dus dan doen we nog iets van, laten we zeggen, 5 encounters. Er zijn nog hier items die we kunnen vinden. Dit is encounter 1. En misschien is het een Eevee. Misschien kunnen we afsluiten. Het zijn dezelfde Pokémon. Maar dat maakt niet uit. Er kunnen heel veel Pokémon niet tegenkomen. Dus, Oké, vissen, dat is dus out of the question. Ja, vanaf hoe laat kan, want morgen wordt dezelfde temperatuur. Ja, ik weet dat vandaag of morgen weer dezelfde temperatuur wordt. We hebben weer een roest gevonden. Ik bel je zo, even wachten. Ik bel je. Ik ben heel goed met typen trouwens, jongens. Echt, met de toetsenbord geen enkel probleem, maar als ik eenmaal moet typen op een telefoon. Dat is niet de legendary. Ik weet dat dat niet de legendary is. Manaphy is de legendary. En we hebben de Starpiece gevonden. Maar ja, Manaphy dat is de legendary. En dat beest dat was niet de legendary. Trouwens, dit is random encounter 3. Je hebt Shadow Bolt gekillt, mijn lievelings Pokémon. Ja, maar... We hebben Schokkend al. We hebben Schokkend al. Oké, hij is niet geëvalueerd. Nou, lekker belangrijk. Hij evalueert nog wel. En dit is de tweede keer dat we Turkoal tegenkomen. Die zijn ook al in de Belfort Tower gekomen. Dit is geen randomizer zo, jongens. Hoezo was... Fionn is geen... Nee, Fionn is geen legend. Manaphy is de legend, maar niet Fionn. En jeetje, hoeveel random encounters krijgen we wel niet na zoveel stappen? Ik wil die bal hebben. Staravia! Staravia!
Gebakken vogel. Waterkip verbrandt een starrevio. Fionn is de Pokémon die uit een ei komt als je Manaphylt gebreed. Het is niet een legendary. Dank je. Jeetje! Als het een Eevee is, vind ik alles goed. Nee, weer een Piplup. Is wel heel random. Wanneer je variatie verwacht, krijg je hem niet. Dat is wel heel random. En we hebben een Quickball. En vergeet niet, we hebben maar heel weinig Pokéballs bij ons. Dus waarschijnlijk als we nou een evolutie tegenkwamen, dan was het al een groot probleem geweest. Maar goed, ik denk dat ik dus hier bij... deze laatste... Die trainer is de laatste die we nog doen. We hebben ondertussen meer dan 5 encounters gehad. Hi, Cramball. Het is nou ook meer de 10 die we nu hebben, dat we die dus gaan trainen. En tot echt de Eevee Hunt nou begonnen is. Dus, dit is de laatste trainer die we op dit moment gaan doen. De Eevee Hunt is dus nou echt begonnen, want we hebben nou dus een goed team bij ons. Een Drifloom, dat is eigenlijk best wel teleurstellend. Maar we hebben nou een leuk team bij ons. We zijn dus nou op Eevee Hunt. Dus elke Eevee team tegenkomen, dat verandert dus. 1 teammember. Dus dat kan heel erg spannend gaan worden. En ja, met dat denk ik dus dat het inderdaad het einde gaat worden van deze aflevering en deze livestream. Of we morgen gaan livestreamen. Ik zeg ja, mocht het niet zo zijn... Dan verander ik het in de lives. Of dan geef ik dat nog wel heel eventjes aan jullie door via Twitch. Dus maak je daar geen zorgen over. Voor de YouTubers, ja natuurlijk is het al lang geweest. Want het is nou 7 mei. Dit is part 4 al van de Pixelmon aflevering serie. Van de Pixelmon aflevering serie. Van de Pokémon Randomizer serie. Dus ja, ik denk niet dat... Ja, nogmaals, link staat in de beschrijving jongens. Twitch, klik op die follow button. En jullie kunnen ook een keertje zelf bij de livestream zijn. Ik heb nog wat giveaways. Die ik dus eventueel morgen nog weg kan geven. Of anders volgende week. Dus ik geef de updates door via... Zeep, zeg een random non-legend Pokémon, please. Random non-legend Eevee. Eevee. Oké, nou... Ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering, beste YouTubers. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Wat dus Mario Maker kan zijn, kan Twilight Princess zijn, kan misschien iets anders zijn, wie weet. Dank jullie voor het kijken. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Laat natuurlijk een reactie achter van je leukste momentje als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien. Nogmaals, volgende kan dus via die link in de beschrijving. Dan word je automatisch op de hoogte gehouden wanneer dat er een livestream zal zijn. Goed, voor YouTube alvast. Doei!